Dus welkom bij deze Femtalk over mantelzorg. En met als titel Dit werkt wel. Dat is heel belangrijk. Nou, heel kort, en dan geef ik daarna graag het woord aan onze eerste spreker van vandaag. Vrouwen en mantelzorg, die hebben natuurlijk extra aandacht ook bij de NVN natuurlijk. En binnen de alliantie samen werkt het, maar wij vonden toch de titel Dit werkt wel beter. En het is belangrijk omdat er niet genoeg aandacht kan zijn voor vrouwen in financieel kwetsbare posities. En het combineren van betaalde arbeid met onbetaalde zorg, dat geeft soms ook wel wat fricties. Dus vandaar deze Femtalk met experts en met veel van onze leden. Dus ik zal niet langer doorgaan, zoals men zegt, without further ado. Geef ik graag het woord aan onze eerste spreker en dat is professor Dr. Marjolein Broese van Groenau van de Vrije Universiteit van Amsterdam, die ons zal informeren over de rol van de informele zorg in onze samenleving. En Marjolein Broese van Groenau die is hoogleraar in de informele zorg bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, als ik het goed heb. Maar ik hou nu mijn mond, Marjolein, en aan jou het woord. Prima, dankjewel. En ook heel hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag op dit belangrijke thema met jullie te mogen spreken. Ik zal even mijn screen delen, mijn scherm delen. Hopelijk werkt. Als je de gezichtjes wat uit beeld haalt, dan kun je het ook helemaal zien. Goed, ik ben inderdaad hoogleraar informele zorg en ben aan de Vrije Universiteit eigenlijk vooral ook bezig met onderzoek naar de combinatie van mantelzorg en werk en het nut van ondersteuning daarbij. En voor vandaag wil ik eigenlijk jullie meenemen in naar wat onderzoeksresultaten die ik dacht voor deze bijeenkomsten belangrijk te achten. We weten natuurlijk allemaal de aanleiding voor dit thema. En die is eigenlijk al heel simpel gelegen in die sociaal-demografische ontwikkelingen die we meemaken in Nederland, in onze samenleving. De dubbele vergrijzing, het grote toename in het aantal 80-plussers met name. Dus degenen die mantelzorg nodig hebben. En de grote afname bij 50 tot 75-jarigen, namelijk en vooral degene, dit is vooral de groep die mantelzorg kan geven. En we drukken dat graag uit in een soort ratio, de oldest old support ratio wordt dat wel genoemd, waarbij je de verhouding tussen 50 en 75-jarigen op 85-plussers beziet. En we weten dat in 2015 bijvoorbeeld, dat er toen nog 15 50 tot 75-jarigen waren op 1 85-plusser. Maar dat daalt tot 6 op 1 in 2040. Nou, dat levert natuurlijk sowieso al een toename in de vraag naar mantelzorg. Maar het levert natuurlijk ook vooral de druk op mantelzorgers op. Hè, als er minder aanbod is dan er vraag is. Nou, we weten zeker ook dankzij de grote onderzoeken van het SCP naar mantelzorgers, de bevolkingsstudies naar mantelzorg, heel veel over wie mantelzorgers zijn, wat ze doen, waarom ze het doen, hoe ze met werk kunnen combineren. We weten ook ontzettend veel over man-vrouw verschillen al. Heel kort gezegd, vrouwen geven vaak een mantelzorg en ze ervaren mantelzorg als meer belastend dan mannen. Maar voor vandaag wil ik vooral eigenlijk kijken naar de verschillen binnen de groep vrouwen. En heb daar twee vragen die ik eigenlijk aan de orde wil laten komen. Ten eerste wil ik kijken naar het al dan niet geven van mantelzorg en vooral verschillen tussen vrouwen naar werk, opleiding en inkomen. In de inleiding werd al gezegd, van er wordt vooral gaat de aandacht vandaag uit naar vrouwen met kleine banen en financieel onzekere posities.
En hun mogelijkheden om dat met mantelzorg te combineren. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, nou, is er sprake van een selectie van een bepaalde groep vrouwen die mantelzorgtaken oppakken? En hoe zitten die vrouwen met die kleine banen daarin vertegenwoordigd? Dan ga ik over naar hoe vrouwen werk en mantelzorg combineren. En kijk ik vooral naar verschillende uitkomsten in de ervaren combinatie van werk en belasting. Ervaren belasting van mantelzorg. En wil ik het vooral hebben over, nou ja, wat is nu belangrijk? De werkkenmerken die je hebt, de kenmerken van de zorgsituatie. En bovenal natuurlijk ook, hoe spelen diverse vormen van ondersteuning op werk of dan wel in die zorgsituatie hier een rol in? En wat kunnen we daarvoor leren voor de discussie van straks? Eerst maar even over wel of geen mantelzorg verlenen naar de werksituatie. Ik heb wat eigen cijfers en wat bestaande cijfers hierover opgedoekt. We weten dat als je kijkt naar de bevolking van 18 tot 65 jaar, dat werkende vrouwen, dat een groot deel van de werkende vrouwen, bijna de helft, mantelzorg geeft in vergelijking met 41% van de niet-werkende vrouwen. We werken, wat altijd rondzoomt is en bekend is, is het getal van 1 op 3 van de beroepsbevolking is mantelzorger. Je ziet dat als je alleen kijkt naar vrouwen, dat percentage sowieso hoger ligt. Dus die 1 op de 3 gaat ook over mannen en gaat ook over iets oudere mensen. Wat we ook weten is dat er een groei is in het aantal werkenden met mantelzorgtaken. En dat die groei eigenlijk vooral gevonden wordt bij degene die een paar uur zorgen per week. Dus de minder intensieve mantelzorg. Wat we ook weten, en dat komt vooral uit het onderzoek van Edith Jost en Alice de Boer van het SCP over concurrentie tussen werk en mantelzorg, is dat als je kijkt naar vrouwen die mantelzorgtaken oppakken, dat vooral degene zijn met een kleine baan. En dat die vooral ook relatief vaker met grotere zorgtaken starten. Als je kijkt naar een periode van 2 jaar tijd, van het niet naar wel gaan mantelzorgen. En uit dat onderzoek hoort ook dit plaatje bij. Wat eigenlijk 2 dingen duidelijk maakt. Dus dat de vrouwen, maar ook mannen, dit zijn trouwens ook nog mannen, want zij splitsen dat niet uit naar gender. Dat degene met een kleine baan, die wel overwegend vrouwen zijn, dat die inderdaad en degene die niet werken in staat zijn blijkbaar om in een jaar, 2 jaar tijd, zeg maar, een relatief grote zorgtaak op te pakken. Dus dit suggereert al dat niet werken of in een kleine baan werken inderdaad mensen meer in staat stelt om een grotere taak aan mantelzorg op te pakken. Maar wat dit plaatje ook laat zien is dat, dat veel van deze werkende mantelzorgers eigenlijk maar 2 uur of nog minder per week aan hulp bieden. Dus mantelzorg geven is heel vaak ook wat je noemt niet intensief. Het merendeel, rond de 60% van de mensen die werken, geeft maar 2 uur of minder mantelzorg per week. Dus dat is ook heel belangrijk om dat even te onthouden voor de rest van de discussie. Nou heb ik nog wat meer zitten kijken naar cijfers die uit het grote mantelzorgonderzoek in 2016 beschikbaar zijn. Daar kan ik zelf wat analyses op doen. En ik heb gekeken of daarin verschillen zijn naar baanomvang, opleiding en inkomen. In dit plaatje laat zien, heb ik ook een onderscheid gemaakt naar baanomvang, maar ook naar de intensiteit van mantelzorg. En degene met de blauwe balkjes geven geen mantelzorg, degene met de rode balkjes minder dan 10 uur per week. En diegene met de groene balkjes die geven meer dan 10 uur per week. Dus dat is echt wat je kunt noemen intensieve mantelzorg. En dit plaatje laat zien dat die vrouwen met een grotere parttime baan, dus tussen de 13 en 32 uur, dat die relatief vaak mantelzorg geven. Het blauwe balkje is kleiner. Maar dat ze het ook vooral minder vaak intensief doen, nogmaals. Dus die rode balk is relatief groot in dit plaatje. Wat je ook ziet is dat vrouwen die niet werken, een groot deel daarvan geen mantelzorg doet. En als ze het doen, dat ze dat dan dus relatief vaak intensief doen. Dus dat beeld komt overeen met het plaatje wat we net lieten zien.
Als ik dan kijk naar opleidingsniveau en inkomen, dan zien we ook twee zaken die eigenlijk wat opmerkelijk zijn. Namelijk dat vrouwen met een laag opleidingsniveau, het linkerplaatje, dat die inderdaad zeg maar ook relatief vaak geen mantelzorg verlenen. Dus het aandeel niet-zorgers is relatief groot, meer dan ongeveer 60%. Waar vrouwen met een midden- of een hoger opleidingsniveau iets vaker mantelzorg geven. Als je kijkt naar besteedbaar inkomen, en ik heb gekeken naar huishoudinkomen, dus niet het inkomen van de vrouw zelf, maar naar het huishoudinkomen, dan zie je ook dat in de groep met een laag inkomen eigenlijk relatief vaak geen mantelzorg wordt gegeven. En dat zijn eigenlijk zaken waar je kunt afvragen hoe dat komt. En ik heb ook even gekeken wat is nou relatief belangrijk. Opleidingsniveau, inkomen, baanomvang voor vrouwen dan wel voor mannen. En dan lijkt het inderdaad te zijn, sprake te zijn van dat er toch een bepaalde selectie is van de groep die mantelzorg gaat geven. En dat degene met een lage opleiding en zelfs ook financieel kwetsbare, in ieder geval onder mannen kwam dat eruit, maar ook degene die niet werken, relatief vaak minder vaak mantelzorg verrichten. En je kan je daar behoorlijk afvragen waarom dat het geval is. Dat is uit deze cijfers niet af te leiden. Maar we zien dus dat de groep waar we het dan heel vaak wel over hebben, vrouwen die werken en vrouwen die mantelzorg verlenen, dat relatief vaak mensen zijn, vrouwen zijn met een hoger opleidingsniveau en ook met een iets grotere baan. Dus onthoud dat ook even voor de discussie. Dan ga ik naar vrouwen die werken en mantelzorg verlenen. En het belang voor vandaag is natuurlijk ook om heel helder te zijn over de rol van de ondersteuning daarbij. Ik kijk in de onderzoeksgegevens naar twee uitkomsten. Kunnen vrouwen werk en mantelzorg combineren? En hoe ervaren ze de belasting van de mantelzorg? Dus dat staat aan de rechterkant van dit plaatje. De optimale fit tussen werk en mantelzorg, die moeten we eigenlijk in twee locaties zoeken. Die moeten we natuurlijk zoeken bij het werk zelf, maar ook bij de zorgsituatie. En dat is ook van belang om dat te onthouden. Bij de werksituatie kan ik in de cijfers kijken naar hoe groot een baan is en hoe flexibel men bijvoorbeeld werk kan indelen. En ik heb gekeken naar wat de rol is van ondersteuning op het werk. Of mensen tijdelijk dan wel structureel minder uren gaan werken. En of ze verlof opnemen. En dat houdt dan ook in vakantiedagen, maar ook kort en langdurig zorgverlof. Van belang is natuurlijk om te weten of deze zaken, het gebruik van deze vormen van ondersteuning op het werk, samengaan met het beter kunnen combineren van werk en zorg. Maar als het gaat over werk en mantelzorg, moet je natuurlijk ook naar die zorgsituatie kijken. En daar speelt eigenlijk ook nog een heleboel een rol in de mate waarin men werk en zorg kan combineren. Namelijk natuurlijk hoe intensief die zorgvraag is en de zorg die gegeven moet worden. Hoe lang je dat al geeft, aan wie je dat geeft, maar ook met welke motivatie je dat geeft. Dus daar ga ik ook aandacht aan besteden. En op de thuisfront zijn er natuurlijk ook vele vormen van ondersteuning in te zetten om de combinatie werk en zorg beter te doen verlopen. Dat zou kunnen bestaan uit de beschikbaarheid van informele zorg, uit de formele zorg van de hulpbehoevenden. Of er gebruik wordt gemaakt van respijtzorg en of men gebruik maakt van de vele vormen van mantelzorgondersteuning die gemeentes aanbieden. En op de achtergrond spelen natuurlijk ook altijd de verschillen tussen naar leeftijd, opleiding en herkomst. Dus met dit in ons achterhoofd ben ik gaan kijken naar wat de cijfers hierover zeggen. En omdat dit een groot... En ik begin even met een beeld van hoeveel van de werkende vrouwen zeggen dat de combinatie werk en mantelzorg niet goed te doen is. Er zijn maar heel weinig vrouwen die zeggen dat het slecht te doen is. Dus ik heb ook de categorie meegenomen die zeggen dat het redelijk te doen is. Maar in ieder geval, deze groep zegt niet dat het goed te doen is. Onthoud dat ook even.
En dan zie je dat degene met een grote baan, dit groene balkje, inderdaad vaker zeggen, relatief vaak zeggen, dat de combinatie minder goed te doen is. En dat verschilt significant van degene met een kleine baan of een middengrote parttime baan. Het verschil naar inkomen, huishoudinkomen, dat bleek niet significant verschillend te zijn voor het aandeel vrouwen wat wel werk en de mantelzorg combineren al dan niet goed kon doen. Maar het opleidingsniveau weer wel. Dus we zien vrouwen met een grote baan en vrouwen met een hoog opleidingsniveau, die kunnen het eigenlijk slechter combineren dan degene met een kleine baan, dan wel een lager opleidingsniveau. Nou, dit zijn nog maar rechte tellingen natuurlijk, beschrijvingen. Van belang is wat er overblijft als je al deze variabelen, dus de werkkenmerken, de zorgkenmerken, de ondersteuningskenmerken opwerkt, dan wel zorg in de analyse stopt en dan kijkt wat er relatief belang is. Nou, ik heb de cijfers niet vermeld, want dat is een veel te grote tabel, maar de conclusies zijn dusdanig. De combinatie van werk en mantelzorg is minder goed bij degene die intensieve zorg geven. Ook bij degene die, zeg maar, de zogenaamde mantelzorgklem ervaren. En dat leid ik af uit degene, uit het feit dat zij positief antwoorden op het item hulpbehoevenden willen alleen door mij geholpen worden. Wat enige indicatie geeft over de druk die ervaren wordt om die mantelzorg te leveren. Naast een grote zorgtaak is ook zeker het hebben van een grotere baan, dus meer uren werk, van belang voor het niet goed kunnen combineren. Hier moeten we heel goed onthouden dat dit een cross-sectioneel onderzoek is, dus we kunnen hier geen kip-en-ei-problematiek helder krijgen. Causaliteit is niet aan de orde. Maar wat we wel zien is dat degenen die het niet goed kunnen combineren, ook vaker gebruik maken van het terugbrengen van hun werkuren. Vaker gebruik maken van verlofregelingen. En duidelijker ook er is ook sprake van een zwaardere zorgsituatie af te leiden uit het feit dat er vaker formele thuiszorg is bij de hulpbehoevenden. En dat deze groep ook geen gebruik maakt van respijtzorg. Ook dat is een hele belangrijke bevinding hier. Andere variabelen die we hebben meegenomen, ook opleiding en leeftijd enzovoort, herkomst, zijn hier dan niet meer significant, is het zeg maar wat er totaal uit blijkt. Dit kunnen we ook doen in een analyse naar de ervaren overbelasting. Hier komt dan nog wat duidelijker aan de orde, zeg maar dat het een zware zorgvraag is. Het moeten zorgen voor iemand met dementie of met geestelijke gezondheidsproblemen, depressies bijvoorbeeld, of andere psychische aandoeningen. Dat echt hele zware zorgvragen zijn die zware overbelasting bevorderen. Ook hier intensieve mantelzorg verlenen, mantelzorgklem ervaren. Maar ook hier een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen komen hieruit, dragen bij en een hogere overbelasting. Plus de combinatie van werk als niet goed ervaren. Dan weer de belangrijke bevindingen over het gebruik van ondersteuning. Ook deze groep maakt vaker gebruik van de mogelijkheid om de werkuren al dan niet tijdelijk of structureel terug te brengen. Ze rapporteren dat er geen informele hulp beschikbaar is in de zorgsituatie en dat er wel sprake is van formele hulp. Andere variabelen bleken hier niet meer significant. Dit zijn de meest belangrijke als het gaat over ervaren overbelasting. Wat kunnen we hier nu over concluderen? Nou, ten eerste die belangrijke selectie in de mantelzorgrol. De laag opgeleide en die niet werkende verlenen eigenlijk minder vaak mantelzorg. En het is mij op dit moment nog even niet duidelijk waarom dat het geval is. Je veronderstelt namelijk zeker dat laag opgeleide vrouwen vaker in aanraking komen met zorgbehoevenden, met gezondheidsproblemen. Dat speelt vaker in de lagere zesgroepen in onze samenleving. En ook niet werkende zou je veronderstellen, zij hebben meer tijd om dat zorg te verlenen. Maar als we kijken naar de selectie in die rol, dan zien we dat dat toch minder vaak aan de orde is. En de verklaring daarvoor is interessant om dat in de discussie mee te nemen. Een andere hele belangrijke conclusie is dat het lastige combineren van werk en zorg samengaat met dus die intensieve zorg en een grote baan.
aanpassingen op het werk en al dan niet ondersteuning thuis. Dus juist deze groep heeft al gebruik gemaakt van die diverse mogelijkheden op het werk om aanpassingen daarvoor te doen. En rapporteert ook geen ondersteuning. En hier is het niet gebruik van respijtzorg belangrijk van, volgens mij. En die andere uitkomst, ervaren belasting, ook die gaat gerelateerd aan een sterke zorg, een zware zorgsituatie, een moeilijke combinatie met werk en weinig of ondersteuning thuis, zeker in het informele circuit. En ook zij doen meer aanpassingen op het werk. Nou, wat leert dit ons? In ieder geval een hele belangrijke conclusie vind ik dat intensieve mantelzorg dus duidelijk een aandacht behoeft boven, in mijn beleving, degene die 2 uur per week of een klein aantal uren mantelzorg verlenen. En belangrijk is ook dat zowel op het werk als in de zorgsituatie ondersteuning wordt aangeboden en benut. En dat geldt dan voor alle vrouwen in alle banen. Wat ook belangrijk is, is dat aanpassingen van werkuren en verlof opnemen vooral dus voorkomt bij die lastige combinatie. En omdat we op basis van dit onderzoek, dit is natuurlijk een waarneming, 1 waarneming in de tijd, geen longitudinaal onderzoek, dat we nog niet weten of dit verlichting biedt. Een derde belangrijke conclusie vind ik dat respijtzorg dermate belangrijk lijkt voor de combinatie van werk en zorg en ook het ontbreken van informele zorg bij ervaren belasting. Dus daar liggen raakpunten voor verbetering in de, in de ondersteuning. En een hele belangrijke vraag die ik vooral hier ook op tafel wil leggen is dat we toch echt langdurig onderzoek nodig hebben om te kijken of inderdaad het al dan niet terugbrengen van die arbeidstijd en het opname van verlof ook leidt tot financiële risico's bij vrouwen met intensieve zorgtaken. Ze kunnen minder inkomen krijgen, eerder met pensioen gaan, hogere zorgkosten ervaren en dergelijke. En daar hebben we eigenlijk, omdat veel onderzoek of cross-sectioneel is of niet naar werk en zorg kijkt, gewoon nog geen duidelijk beeld bij. Dus ik wil afsluiten met 3 belangrijke quotes. Mantelzorg is vooral lastig voor vrouwen met een intensieve zorgsituatie en een grotere baan. Het vereist het gebruik van vele vormen van ondersteuning. En dus de aandacht die vandaag ook gericht moet zijn op de vrouwen met een kleine baan en een kwetsbare positie. Ja, eigenlijk hebben mijn cijfers daar niet zozeer de aandacht op gevestigd, maar juist op de andere groep, grotere parttime banen en intensieve zorg. Vrouwen met een kleine baan hebben wel meer mogelijkheden om werk en intensieve zorg te combineren, zo lijkt het althans. Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe het effect op de lange termijn voor deze groep is. En een derde hele belangrijke is, want de femtalk van vandaag gaat over het werkt, is vooral mijn toevoeging of de nuance die ik wil aanbrengen is inderdaad ondersteuning is nodig. Maar of het werkt, dat weten we eigenlijk nog niet. En dat vereist veel meer onderzoek naar de combinatie van werk en zorg met de ondersteuning op beide fronten. Dank voor uw aandacht. Dank je wel, Marjolein. Een hele boeiende en ook af en toe een eye-opener van alle zaken die je aan de orde stelt. Dank voor deze informatieve bijdrage. Ik zag eigenlijk aan het begin al een vraag voorbij komen. Ik weet niet of je nog steeds stelt, Christine. Jij vroeg iets over de migratiestatus bij mantelzorg. Staat die vraag nog steeds? Ja, want ik begreep even niet waarom dat eigenlijk blanco staat als dat niet mee zou spelen. Dus ik begrijp het niet. Het is niet meespelen in die zin het een grote, die SCP mantelzorgonderzoeken, dat zijn bevolkingsonderzoeken, die werken met steekproeven uit de bevolking. En dan is het aandeel vrouwen, mannen met een migratieachtergrond relatief klein. En die verschillen tussen wel en niet migranten, die krijgen daardoor ook eigenlijk te weinig aandacht. In een staartje wat ik liet zien, bleek ook dat mannen en vrouwen met een niet-migratieachtergrond relatief vaak die mantelzorgtaak oppakken.
En dat druist eigenlijk ook in een beetje tegen het beeld dat we hebben, dat vrouwen, mannen in een migratie, met een migratieachtergrond of etnische herkomst, relatief vaak wel mantelzorg doen. Maar al die bevolkingsonderzoeken laten dat eigenlijk steeds niet zo goed zien. Wat daarvoor nodig is, is dat we veel meer onderzoek doen naar de groep zelf. En het SCP heeft mij ook verzekerd dat in het laatste onderzoek naar mantelzorg er ook een oversampling is van mensen met migratieachtergrond. En dat is ook om daar veel betere conclusies over te trekken. Ja, het onderzoek zeg maar vooral op werk en kenmerken en zorg en kenmerken en ondersteuning betrekt, dan vervallen alle achtergrondkenmerken als opleiding, herkomst en leeftijd. Oké. Tegen, ja. Ja, nee, dan begrijp ik het een beetje. Want het is vreemd omdat in de praktijk dan juist wel heel veel voorbeelden van te geven zijn. Zeker. Maar dat is sowieso met al die onderzoeken, dat is allemaal een soort containeronderzoek, vind ik. En het bereik van de respondenten uit die groepen, daar mag ook wel eens wat aan gedaan worden. Anders krijg je nooit een totaal beeld van de totale bevolking. Ja. Dus waar hebben we het over? Ja, zeker. Maar dat is inderdaad, dan moet je dus veel gerichter onderzoek doen naar vooral ook groepen in de grote steden. Als je een grootschalig bevolkingsonderzoek doet in heel Nederland, dan heb je daar te weinig aandacht voor. Oké, ja. Dankjewel. Helder boodschap. Nou, voor we verder gaan, is er nog tijd voor één of twee vraagjes, dringende vragen als die er zijn. Ik kijk even rond. Ik hoor ook niemand. Nee, dan is... Hallo, sorry. Ja. Hallo. Ja, beste wensen uit Duitsland. Ah. Dus ik ben echt helemaal onder de indruk. Dat is wel leuk. De Nederlandse Vrouwenraad, ik denk dat hebben wij hier niet eens in Duitsland. Dat is helemaal leuk. Ik heb zo'n vraag. Ik had het al... U valt weg. U valt weg. Uw microfoon is uit. Ja, ik zie het nu. Hoor je me wel? Oké, sorry. Ik had het in de chat gesteld. Of maandverzorg een soort vrijwilligerswerk is? Nou, we onderscheiden de definitie van mantelzorg die het SCP-onderzoek gebruikt, is wel breed. Het is niet te vergelijken met vrijwilligerswerk in die zin dat mantelzorg hier altijd gedefinieerd is als de hulp die je geeft aan iemand die zorg nodig heeft in je eigen sociale netwerk. En dat verloopt dus niet via een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld. Oh, dus wat mij daar zo'n beetje economisch gezien... want het is ook werk wat je doet. En wij hebben hier in Duitsland echt heel veel met condities voor je werk en dat allemaal. Maar dan weet ik, ik ben al sinds 2009 weg uit Nederland. Dus ik weet niet hoe dat dan zit met bescherming voor werk. Ben je goed ziekteverzekerd en al dat omheen... En ja, dus dat weet ik niet. En ook wat de kerk daarvoor zo'n rol speelt. Want dat is de diaconie. Die doen natuurlijk hier in Duitsland ook heel veel met pleeg is het toch, mantelzorg. Dus, en dat doet de kerk ook heel veel in Duitsland. En daar hebben wij wel weer zo'n soort vrouwenwerk. Oké, dankjewel. Dank. Een hele terechte vraag, hè? Inderdaad, van... krijgen ze betaald of niet? Maar dat is een ander onderwerp. Zullen wij, als ik geen prangende andere vragen zie, toch maar dan doorgaan met Lisbeth. Lisbeth Hoogendijk. Gelet op de tijd. Lisbeth? Ik ben er. Het woord als directeur-bestuurder van Mantelzorg Nederland. Dus ga je gang. Dan kijk ik, of ik hem gestart krijg, mijn dingen. Even kijken. Oh, hij zegt dat ik hem niet kan starten, dus dan zou ik even willen vragen of jullie mijn presentatie willen opstarten. Ja, ik ga hem voor je starten. Dank je. Goed, terwijl die gezocht wordt, mijn naam is Lisbeth Hoogendijk, inderdaad. Directeur-bestuurder van Mantelzorg NL. Mantelzorg NL, naar de volgende slide graag, is de... landelijke vereniging voor iedereen die opkomt voor een familielid, vriend of buur, zoals Marjolein het net ook al zo mooi formuleerde. Dat doen we eigenlijk op drie manieren. Dat is
De eerste manier is dat we de plek zijn waar iedereen die vragen over mantelzorg heeft, die ook kan stellen. De tweede manier is dat we allerlei manieren ontwikkelen, producten en diensten ontwikkelen om mantelzorgers te ondersteunen. Maar juist ook de mensen die iets voor mantelzorgers willen doen. Of dat nou de gemeenteambtenaar is of een wijkverpleegkundige. Maar ook bijvoorbeeld de werkgever. Daar komen ze uitgebreid op terug. En het derde wat wij vanuit de vereniging doen is bekendheid geven aan mantelzorg. Want een van de grootste dilemma's bij mantelzorg is dat veel mensen mantelzorg geven, zich dat helemaal niet realiseren en er vaak pas veel later achterkomen. Nou, voor de rest zijn wij natuurlijk gesprekspartner voor de Rijksoverheid als het gaat over mantelzorg. Maar dat doen we ook lokaal. En met de organisaties die over heel Nederland verspreid zijn en mantelzorgers lokaal ondersteunen, hebben we een zeer uitgebreid netwerk. Belangrijk verschil met het werk wat Marjolein doet. Wij zijn geen wetenschappelijk instituut. Wij zijn echt een organisatie die op heel veel verschillende manieren die ervaringen ophaalt van mantelzorg. En daar proberen goede manieren voor te vinden om mantelzorgers te helpen. Dat doen we onder andere ook met een afdeling die ook juridisch advies geeft bijvoorbeeld. Mag de volgende slide? Goed, ik wil heel even kort in een paar zinnen stilstaan bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse die wij hebben laten uitvoeren. Waarom vind ik die belangrijk? Het is een onderzoek wat we hebben laten doen om in kaart te brengen wat is nou eigenlijk die maatschappelijke waarde van die 5 miljoen mantelzorgers in Nederland die al die uren zorgen voor elkaar inzetten. En niet omdat je met dat getal heel veel kunt, want het is uiteindelijk niemand betaalt die rekening. Maar het is wel, het geeft wel aan wat die maatschappelijke waarde is van die inzet die door die mantelzorgers gepleegd wordt. Nou, en dat is echt enorm. Dat hebben we uitbesteed om het ook echt gewoon goed gedegen te laten onderzoeken. Dat heeft Ecoris gedaan. En wat uit dat onderzoek naar voren komt, is dat die maatschappelijke kosten van mantelzorg, hè, dus eigenlijk de maatschappelijke bijdrage die mantelzorg levert, terug te herleiden is tot 22 miljard euro per jaar. Dat is 20 miljard euro aan uren en zo'n beetje 2 miljard euro aan out-of-pocket kosten. Denk aan reiskosten en dat soort kosten. Dat is een enorm bedrag en dat maakt ook duidelijk hoe belangrijk mantelzorg is. Het tweede deel van het onderzoek wat we hebben laten uitvoeren ging in op de vraag, kun je dan een berekening maken wat het ondersteunen van mantelzorg oplevert ten opzichte van de kosten? Nou, dat deel blijkt heel erg moeilijk, met name ook op respijtzorg zien we wel dat daar data boven tafel te krijgen is die laat zien dat investeren in respijtzorg helpt om mantelzorgers langer gezond te houden. Bijvoorbeeld ook in die combinatie met werken. Het ziekteverzuim kan daardoor naar beneden. Maar we staan echt nog aan het begin van dit soort onderzoek. Ik ga over naar hoe het aantal mantelzorgers, Marjolein heeft daar ook al het een en ander over gezegd. Er zijn 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Ik baseer me op dezelfde cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En zo'n 3 miljoen daarvan is vrouw. En in totaal zijn het ongeveer 2 miljoen mensen die werk en mantelzorg combineren. De grootste groep, Marjolein gaf dat ook al aan, zit tussen de 45 en 65 of 55 en 75. Dat is een beetje aan het schuiven. Mantelzorg heeft wel met name in die groep mensen die werken ook effecten. Mag ik naar de volgende slide? Ja. Wat we uit gesprekken met mantelzorgers weten, en die gesprekken dat zijn telefonische gesprekken, maar dat zijn ook allerlei onderzoeken die wij doen.
met verreweg de meeste mensen in die combinatie werk en mantelzorg gaat het gewoon hartstikke goed. Marjolein zei dat net ook al. Zo'n 70% kan het goed combineren. En dat heeft er vaak mee te maken dat de mantelzorg taken beperkt zijn. Op zaterdagochtend naar je moeder of naar je oudere moeder om te helpen met een boodschapje. Even samen een kopje thee te drinken. Dat valt de meeste mensen niet al te zwaar. 20% van de mantelzorgers die werk en zorg combineren, doet dit vrij intensief. En dan zeggen we vaak langer dan 8 uur per week. En langer dan, meer dan 8 uur per week, langer dan 3 maanden achter elkaar. En dan hou je nog zo'n 10% over. En dat zijn de mensen waarvan wij dan maar even populair zeggen dat zij op de WIP zitten. Ze hebben het behoorlijk zwaar. En maken, dat is de groep die vaak gebruik maakt van verlofdagen om de pieken in de zorg op te nemen. En daar zien we eigenlijk wel iets heel raars. Want de Nederlandse regering heeft vrij veel ingezet om verlofregelingen uit te breiden. Maar we zien uit heel veel onderzoek dat juist die verlofregelingen heel weinig gebruikt worden om die combinatie van werk en zorg draaglijker te maken. Die 10%, dat is de groep waar nog wel redelijk wat verlof wordt opgenomen. En dan gaat het met name over het kortdurend zorgverlof. Hè. Iemand moet tijdelijk even in het ziekenhuis opgenomen worden. Dat is de periode dat mensen dat opnemen, maar daarna gaan ze weer gewoon terug. De intensief zorgende mantelzorgers die ervaren achteruitgang in de kwaliteit van hun leven. Marjolein zei dat ook al. Als ik dat vertaal naar wat wij dan van mantelzorgers horen, dan is het eigenlijk dat ze altijd op aanstaan. De telefoon is altijd bij de hand. Het gevoel dat het vandaag weer kan gebeuren dat je daar naartoe moet, is vrij groot. Er is weinig tijd voor ontspanning. Mantelzorgers gooien vaak als eerste die ontspanning, die samen sporten, naar een film gaan of wat dan ook, dat gooien ze eruit. Ze kunnen het ook moeilijk loslaten waar ze ook zijn. Ze ervaren een gevoel van eenzaamheid, er alleen voor te staan. En ze geven vaker aan dat ze vermoeid zijn of gestrest zijn van alle regeltaken. Wat je daarin vooral ziet, is dat het ook dat mantelzorgers die intensief gaan zorgen in een soort spiraal komen. Ze staan er alleen voor, gaan nog harder zorgen, schakelen eigenlijk daarmee het potentieel beschikbare netwerk uit en worden op die manier steeds meer in een, komen op die manier steeds meer in een isolement. In diverse sectoren is het aantal werkende mantelzorgers, Marjolein zei het ook al, 30%. Met name ook in de sectoren waar vrouwen heel veel werken, zoals zorg en onderwijs. En vrouwelijke mantelzorgers die in extra kwetsbare positie zitten, denk aan alleenstaande moeders, laaggeschoolde arbeiders, ZZP'ers, mensen met een migratieachtergrond, die raken wat sneller in de problemen, met name financieel. Ze hebben gewoon minder ruimte om klappen op te vangen. En dat betekent, zeker in die combinatie met werk en mantelzorg, dat ze vaak ook terughoudender zijn om op het werk te delen dat zij mantelzorgtaken verrichten. Uit angst om daarop afgerekend te worden. En ze hebben, zoals ik al net zei, vaak kleinere sociale netwerken. Mag de volgende slide. Ik wil even focussen in de komende slides op 3 punten. Waar zitten de knelpunten en de oplossingen? Op het werk, thuis in de hulp en ondersteuning en bij de mantelzorger zelf. Mag ik de volgende slide? Op het werk. Wat we zien is dat het bespreekbaar maken van mantelzorg en werk een hele taaie materie is. We zijn nu als Mantelzorg NL echt al, ik denk ondertussen 15 jaar bezig. Het gaat echt ook wel goed. Er zijn al steeds meer organisaties, ik zag dat net ook in de chat terugkomen, die mantelzorgvriendelijk werken. Die dus echt de stap hebben gemaakt om mantelzorg als onderdeel van het leven van de werknemers
serieus te nemen. Maar het blijft nog steeds taaie materie. Soms is het gewoon het bespreekbaar maken al de grootste stap. En wie is dan aan zet? Nou, ik denk dat het primair de werkgever is, de leidinggevende, die de condities moet ontwikkelen waaronder mantelzorgers ook inderdaad die werknemer dat kan gaan zeggen. Soms zijn er aanpassingen nodig. Hè? Gedeelde verantwoordelijkheid heb ik daarachter gezet. Omdat je moet zorgen dat niet alleen die werkgever het gevoel krijgt, ik ben hier verantwoordelijk voor, maar dat je samen zoekt naar oplossingen. En we zien ook uit gewoon heel veel praktijkonderzoek dat het aanpassen van kleine dingen in het werk, bijvoorbeeld de ruimte om in de ochtend een uur later te beginnen, zodat je even rustig kunt starten in de zorg voor jouw naaste en daarna naar het werk gaat, dat dat enorm bijdraagt. Maar daar is geen landelijke regeling op te leggen. Dat moet je echt in dat gesprek met jouw leidinggevende als mantelzorger gaan organiseren. En dan zien we dat de hoger opgeleide mantelzorgers dat veel beter voor elkaar krijgen dan de lager opgeleide mantelzorgers. Als mij gevraagd wordt van nou, wat is jouw toekomstbeeld, dan denk ik dat we als het gaat over die combinatie werk en mantelzorg veel meer moeten kijken naar werkgevers om hoe we ook het geregeld hebben rond ouderschap. He, waar we een heel systeem hebben wat behoorlijk outreachend is naar de geboorte toe, daarna met het consultatiebureau, maar vooral ook met de mogelijkheden om langdurig en minder te werken en wel weer de garantie te hebben dat je terug kunt. Nou, mijn appel is altijd, vertaal deze uitgangspunten naar mantelzorg en kijk hoe je mantelzorg, zoals Marjolein terecht zei, daar gaat er in de komende jaren nog heel veel meer druk op ontstaan, hoe je dat soort instrumenten kunt gebruiken om die combinatie overeind te houden. Ja, en niet te vergeten waarderen. Dat is echt, het klinkt heel kinderachtig, maar we weten uit ervaring dat een mantelzorger die gezien wordt, die af en toe interessevraag krijgt, die af en toe een compliment krijgt van, goh, wat knap toch dat je elke dag hier bent, terwijl ik weet dat het ook thuis zwaar is. Ja, die gaat gewoon alleen al met die aandacht en die waardering zich een stuk beter voelen. Dan, ik had hem nog even terug als het mag. Ja, thuis in de hulp en ondersteuning. Vinden wij echt wel een zorgengebied. Aan de ene kant omdat er sprake is van nog eigenlijk vrij weinig preventieve ondersteuning. Er is een enorme regeldruk voor mantelzorgers. We hebben onderzoek gedaan en daar heeft ook de argumentenfabriek aan meegewerkt, dan blijkt toch dat mantelzorgers vaak zo'n 3 uur per week bezig zijn met het regelen van zorg, wel de intensievere mantelzorg vraagstuk hoor. Maar dat is allemaal tijd die je niet hebt om te werken en ook niet hebt om te zoeken. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om zorg en ondersteuning te krijgen. We zien ook uit onderzoeken van navraag bij gemeentes dat respijtzorg bijvoorbeeld pas wordt ingezet als er echt al sprake is van overbelasting. Maar voordat die overbelasting zo heftig is, heeft die werkende mantelzorger zich al ziek gemeld of heeft hij toch maar besloten om minder te gaan werken of zelfs soms helemaal te stoppen. Ook huishoudelijke zorg. De gemeentes kampen volop met financiële problemen. En dit zijn wel de dingen die als eerste worden afgeschaald. Sterker nog, vervolgens wordt er naar de mantelzorger gekeken. Kun jij niet het huishouden doen? En dan kom ik bij een punt wat ook echt nog steeds niet goed geregeld is. Namelijk die keukentafelgesprekken. Eigenlijk, voor wie niet in dat jargon thuis is. Dat is het gesprek tussen de gemeente, omdat die daar primair verantwoordelijk voor is, en de zorgvrager om te kijken welke hulp en ondersteuning heb je nodig. Daar mag je als mantelzorger altijd bij aan tafel zitten, zodat je mee kunt praten over wat jij doet, maar ook waar jouw grenzen liggen. En het is nog steeds geen automatisme dat een gemeente zegt tegen een zorgvrager, u mag uw mantelzorger erbij
vragen. En als die erbij zit, dan zien we ook dat die nog te vaak gebruikt wordt of gezien wordt als, nou, u kunt best ook wel voor uw moeder eventjes het huishouden doen. Of u kunt best uw vader naar het ziekenhuis brengen. Dus die gratis voorliggende voorziening wordt vaak eigenlijk gebruikt om mantelzorgers nog wat meer te laten doen en de kosten voor de gemeente te beperken. Voor de toekomst is het echt gewoon heel belangrijk dat we toegaan naar een beschrijving van een goed niveau van hulp en ondersteuning. Met de decentralisatie van alle zorgtaken in 2015 mogen gemeentes dit naar eigen inzicht inrichten. En hoewel er heel veel gemeentes zijn die dat zeer bevlogen en goed proberen te doen, zien we ook echt enorme verschillen. Het maakt echt vandaag de dag uit of je mantelzorger bent in de ene gemeente of in de andere gemeente. En ook voor gemeentes geldt niet vergeten te waarderen. Juist die mantelzorgers, die grote groep van 70%, die redt het prima zonder allerlei hulp en ondersteuning. Maar het is wel belangrijk dat ze af en toe ook die waardering krijgen voor het werk wat zij doen. Mag ik naar de volgende slide? Lisbeth, even voor voor de logistiek. Ja. We hebben maar een bepaalde tijd. Hoeveel tijd heb je nog nodig? Ik ben er bijna hoor. Hartstikke fijn. Nou, de mantelzorger zelf is ook aan zetten. Je moet het op het werk, moet je het echt melden. Je moet niet denken, ik hou het helemaal voor jezelf. Maak het bespreekbaar. En wees je bewust aan de voorkant. Bezit eer je begint. Het is heel simpel gezegd, maar het is een van de dingen waarvan we merken dat het lastigste is voor mantelzorgers. Om vooraf na te denken, wat wil ik? Welke zorg wil ik geven? Wil ik minder werken? En hoe wil ik die zorg delen? Maak het dus bespreekbaar en kom voor jezelf op. Waardeer jezelf ook een beetje en zorg dat je de dingen die jij belangrijk vindt overeind houdt. Zeker als je ook die combinatie met werk doet. Nou, de laatste. Vergrijzing komt op ons af. Marjolein gaf dat net ook al aan. Er komen minder mantelzorgers beschikbaar. Er komt minder professionele zorg. En ons oproep is, we moeten echt naar een veel groter en breder plan om mantelzorg beter te organiseren in Nederland. Dat was hem. Dank u wel. Geweldig. Dank je wel, Lisbeth. Het was ook weer heel informatief. Ik stel het volgende voor. Er zijn heel wat vragen ook in de chat gesteld, dat die ook gewoon bij de schriftelijke beantwoording kunnen worden meegenomen. Dat we nu even 5 minuutjes pauzeren en dan overgaan tot het interactieve deel. Ja, akkoord. En als mensen vragen hebben, dat even in de chat stellen. Dan nemen we het mee. Tot zo. En heel erg bedankt jullie beiden voor deze hele informatieve en goede bijdrage. Dank je wel. Tot zo.
Zo, daar zijn we weer. Welkom terug allemaal. En ik geef nu graag het woord aan Annelies, medebestuurder. En Annelies, dan bent u in goede handen. Het kan zijn dat ik iets eerder weg moet, om 2:15. Naar een andere bijeenkomst, dus dan hoop ik dat de afsluiting ook gedaan wordt door Annelies of door een collega. Maar voor nu ben ik er en Annelies, aan jou het woord. Dankjewel, Anita. Ja, we gaan even kijken naar de discussie. Want we hebben een heleboel informatie gekregen, hele mooie, soms nieuwe en soms weer net een beetje een andere insteek van Marjolein en van Lisbeth. Heel veel dank daarvoor. En ik wilde de discussie met elkaar, met de zaal, zal ik maar zeggen, de Zoomzaal, eigenlijk proberen te structureren aan de hand van 3 lijnen. Met de alliantie ditwerktwel.nl zijn we natuurlijk op zoek naar adviezen, tips en adviezen. En ik zou het mooi vinden als we kunnen komen tot tips en adviezen voor lokale overheden, voor gemeenten. Wat zouden die kunnen doen om die mantelzorg zo goed mogelijk te organiseren? Voor de landelijke overheid, wat kan die doen om mantelzorg zo goed mogelijk te ondersteunen en ons allemaal te helpen? En werkgevers, wat ligt er op hun bord om ervoor te zorgen dat die mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteund worden? De manier waarop ik dat wil doen is eerst even kort met een Mentimeter, jullie ongetwijfeld allemaal bekend, een paar punten ophalen, wat belemmeringen en daarna met elkaar in discussie over die tips en adviezen. En we gebruiken heel intensief de chat ook voor jullie adviezen en tips. Ik heb er al een heleboel gezien zo net en die nemen we allemaal mee, die gaan we allemaal bewaren. Daar komen we op terug. Als het ons niet lukt om in dit half uur daar allemaal mee aan de slag te gaan, dan komen we bij jullie terug. En vooral ook, kom bij ons terug. Maar dat is dus de opzet. Eerst even zo'n Mentimeter en daarna doorvragen. Rond die 3 thema's. Je ziet hier de vraag. Je weet hoe het werkt waarschijnlijk. Ga naar menti.com. Tik de code in 40 21 54 34. En geef aan wat volgens jou de belemmeringen zijn voor vrouwen bij het combineren van mantelzorg met betaald werk. Waar zit dat in? Waarom is dat mogelijkerwijs lastig? Hopelijk heeft iedereen het gevonden. Waarschijnlijk komen de eerste al binnen. Nienke bewaakt dat, als het goed is. Precies, daar komen ze al. Tijdtekort, piekmomenten in de zorg. Er zijn er vast nog wel meer. Hoe sta je er zelf in? Precies. Goed. Plichtsgevoel. Dat is ook een belangrijke. Geen begrip bij de werkgever. Dat heb ik al eerder genoemd, hè. Het overkomt je. Ja, je kunt het moeilijk plannen vaak. Ja. Begrip. Is er ook zo een. Nou, waarschijnlijk vooral een tekort aan begrip. Te weinig steun. Dat wordt ook genoemd door Lisbeth, hè, al eerder. Hulp durven vragen, moet erbij. Openheid, grenzen aangeven. Heel mooi. Dan komen we nog meer tegen. Het kost geld, ja zeker. Het is niet gratis. Dat is best een punt. Absoluut. Het overal goed willen doen. Daar hebben wij als vrouwen natuurlijk dan ook weer last van. Zitten we onszelf in de weg. Ja. Maar de belangrijkste die ik zie is tijd. Tijd tekort. Moeilijk planbaar.
daar zit kennelijk toch een heel cruciale kwestie. Hoe organiseer je het allemaal? Hoe plan je het allemaal? We gaan hartelijk dank voor al deze belemmeringen. Die gaan we bewaren weer. Die nemen we mee in ons verhaal voor de alliantie en in de adviezen naar de verschillende gremia, zal ik maar even zeggen. Ik wil eigenlijk even met deze vraag over die belemmeringen wil ik even naar Christine Namloi van de Molukse Vrouwenraad. Christine, een aantal van deze belemmeringen zul jij ongetwijfeld herkennen, want jullie hebben met de Molukse Vrouwenraad vorig jaar geloof ik een femtalk gehouden over mantelzorg, specifiek over mantelzorg binnen de Molukse Vrouwenraad. Vanuit de alliantie was er de mogelijkheid geboden om dat te organiseren. En daar waren volgens mij wel mooie uitkomsten uit. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat hebben jullie gedaan en wat heeft dat opgeleverd? Wij hebben even een schets. We hebben twee, wat wij noemen dialoogbijeenkomsten gehouden. Wat wij Media Boendar noemen, dat zijn rondetafelgesprekken. En waarin wij het eerste thema hadden behandeld over het taboe rond ontspoorde zorg. Ja, iedereen weet het, mantelzorg, ja, als dat te veel is, dan leidt het vaak tot oververmoeidheid met alle gevolgen van dien. En het tweede thema ging inderdaad specifiek over de economische zelfstandigheid van vrouwen, wanneer men mantelzorg moet combineren met arbeid. En wij hebben gedacht van, nou goed, de mantelzorg in Molukse kring, ja, dat werd niet als mantelzorg betiteld, pas de laatste jaren. En we vinden dat het bespreekbaar gemaakt moet worden, zeker waar de verantwoordelijkheid betreft van verdeling van zorgtaken. Daarom dat wij gezegd hebben van, nou, we willen niet alleen met vrouwen daarover hebben, vrouwenorganisaties, maar ook met mannen. En dat is één, omdat wij gewoon vinden dat dat ook gewoon besproken moet worden. Mantelzorgproblematiek is geen vrouwenproblematiek, het is een maatschappelijke problematiek. Dus je hoort mannen van het begin af aan bij betrekken. Nou, dat is gelukt. We hebben twee mannenorganisaties erbij gehaald om samen met ons zo'n ronde tafel bijeenkomst te organiseren. En een ander punt was inderdaad het verhaal van de toepassing van gebruik maken van de voorzieningen in het kader van de wet WMO. En daaruit hebben we ook kunnen zien, voordat we met de bijeenkomst starten, dat de gemeente helemaal geen zicht heeft op migranten die bezig zijn met mantelzorg. En dan verbaasde het ons, omdat wij zoiets hadden van, ja, maar wacht eens even. Assen, waar wij dat gehouden hebben, daar zit de grootste Molukse gemeenschap met rond de 4.000 tot 5.000 mensen. En dan nog weet de gemeente hun niet te bereiken, één. En twee, de wijkteams die met de uitvoering bezig moeten zijn, die konden die mensen dus ook niet bereiken. Nou, dat vonden wij zo vreemd. Was van, nou, weet je wat, wij brengen de boel bij elkaar, de integrale aanpak qua visie. En het gaat om verdelen man-vrouw, economische posities van vrouwen. En derde punt, de betrokkenheid van alle partijen in zo'n totale keten. Want het gaat om het mantelzorgbeleid in de gemeente Assen. En vervolgens hebben wij de link ook nog gelegd naar VWS, omdat wij gewoon vinden dat zaken die in het kader van WMO worden besproken en besloten in Den Haag, dat het ook zijn effect moet hebben, als je het hebt over generiek beleid, het zijn effect moet hebben ook op het lokale niveau. En met dit project hebben wij laten zien dat een integrale aanpak van het landelijk beleid naar het regionale, naar het lokale beleid, goed onder de loep moet worden genomen. Wil je praten over mantelzorgbeleid in het algemeen? En wat wij zien is dat het gaat om cultuursensitiviteit. Er is wel sprake van zekere cultuursensitiviteit benadering. Het gaat om algemene zorgbeleid. Maar wanneer het gaat om mantelzorgbeleid, dan missen wij daar de culturele insteek eigenlijk. Dus dat pleit wel voor om daar wat meer onderzoek naar te doen. En wat we gedaan hebben is dat de vrouwen die daar al een jaar of 10 bezig zijn als mantelzorgwerkgroep, die hebben zich geformeerd rond kerkelijke vertegenwoordigers, want de kerk is in de Molukse gemeenschap heel erg belangrijk. Er is een soort bindmiddel binnen zo'n grote Molukse wijk, maar ook in andere Molukse wijken in Nederland. Die hebben wij dus gevraagd bevraagd eigenlijk van, waar lopen jullie tegenaan? Wat kunnen wij als Molukse vrouwenorganisatie, hè, met de link naar de Nederlandse Vrouwenraad, wat kunnen wij voor jullie betekenen als het gaat om verbetering van jullie positie? Eén, als mantelzorger, maar twee, als vrouwen, het gaat om de economische positie. Nou, ze hebben in feite ondersteund met ook subsidieaanvragen richting de lokale fondsen.
En vervolgens ook een programma met hen ontwikkeld waarin van al die verschillende zeg maar, stakeholders, van de gemeente tot aan de mantelzorgorganisatie in Assen tot aan Wilhelmina Ziekenhuis, om al die zeg maar, stakeholders erbij te halen om de problematiek met elkaar te bespreken. En wat eruit gerold is in feite is dat de vrouwenorganisatie, die mantelzorgwerkgroep, Marie Bersama heet dat, dat betekent kom samen. Dat is een hele mooie symbolische naam, vind ik zelf. Die is erin geslaagd om dus vervolgens het rapport aan te bieden, of het verslag aan te bieden aan de wethouder, Hanneke Vlieg. En vervolgens zijn ze nu lid geworden van de gemeentelijke adviesgroep, interne groep. Dat is eigenlijk de informeel netwerk zorggroep. En daarin worden in feite alles rond mantelzorgbeleid in de gemeente Assen besproken. En zij zitten daar nu samen met andere zeg maar, stakeholders in dat netwerk om mede de kwaliteit, maar ook de, zeg maar, het effect van het gemeentebeleid op ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Dat is echt iets wat wij eruit hebben kunnen halen. En dat loopt vrij goed. En de laatste stand van zaken is dat ze tot nu toe ja, 2 of 3 keer online hebben vergaderd. Hè, vanwege het COVID-verhaal. Maar tegelijkertijd ook door het Wilhelmina Ziekenhuis zeg maar, zijn benaderd om wat meer kleur en wat meer zeg maar, cultuursensitieve insteek te geven. Het gaat om de informatiemarkt van het Wilhelmina Ziekenhuis. Maar ook wanneer het gaat om de wijkteams in Assen. En die wijkteams in Assen die hebben nu besloten, omdat zo'n groep eigenlijk... Ja, constant onder de radar bleef en men niet wist hoe men die groep moest bereiken, hebben ze nu een aparte mantelzorgketen, ja, zo'n mantelzorg noem je dat, locatie, hebben ze die vlak bij de Molukse kerk neergezet, zodat mensen dus, die drempel wordt weggehaald wanneer men vragen hebben rond mantelzorg. En de combinatie met zeg maar, het werk wat vrouwen daarnaast ook nog doen. Want het zijn allemaal werkende vrouwen. En ook nog in de leeftijdsgroep, ja, we weten het allemaal, 50 plus vrouwen. Dus dat is voor hun een hele verlichting. Wij houden als Molukse Vrouwenraad vinger aan de pols met vragen rond subsidieën. Hoe vraag je dingen aan? Waar moet je op letten? En ook wanneer het gaat om conceptnotities van gemeente Assen rond mantelzorgbeleid in het algemeen. Dus dat is een beetje wat eruit gerold is. Ik zie het ontzettend bedankt. Het is, je geeft hiermee inderdaad heel mooi aan hoe je op lokaal niveau dus dingen voor elkaar kunt krijgen. Hè, door in gesprek te gaan met de gemeente. Ik hoor je ook zeggen, mannen en vrouwen hè, moeten er ja. Allebei bij betrokken worden. De gemeente Assen, is een prachtig voorbeeld wat je aangeeft. De keten inderdaad op lijnen, hè, zeg maar, om het maar even in jargon te zeggen. Cultuursensitiviteit benoem je. En dat zie ik heel mooi concreet gemaakt door te zeggen, weet je wat, als we nou zo'n mantelzorgpunt dus naast onze kerk neerzetten, dan zit dat al dicht bij elkaar, hè? Dan maak je het praktisch. Dus subsidies hoor ik inderdaad en andere projecten. Dus mooi om te horen dat het dus kennelijk kan, als je op lokaal niveau in gesprek gaat met die gemeente over deze kwestie. En dat is heel mooi om te horen. En ja, nog even een toevoeging over zeg maar, de combinatie met werk en over de positie van de werkgever. Er kwam dus ook vanuit de zaal zei iemand van, ja goed, we hebben een HR-afdeling. Ja, die weet eigenlijk niet hoe die daarover daarmee moet omgaan met dit soort onderwerpen. Toen hebben ze gezegd van, nou, wat let je om een lokale zorgmakelaardij of een mantelzorgpunt uit te nodigen tijdens een van jullie bedrijfsbijeenkomsten of thema of teambijeenkomst om daar gewoon even voorlichting over te geven. Want je kan ook een werkgever aanspreken op het feit dat hij wel een zwaar werkgever is, maar dat hij misschien zelf ook mantelzorger is. Dus het kweken van empathie, ook op de werkvloer, zou dat een mooie aanvulling kunnen zijn. Dat zou allemaal kunnen, hè? Ik geloof dat ik het wel eens heb horen zeggen, je bent het of je wordt het, toch? Ja, precies. Dankjewel. Heel mooi voorbeeld. Ik zie in de chat ook allemaal mooie voorbeelden langskomen en ik zou jullie vooral willen stimuleren om dat inderdaad ook te geven. Ik wil nog één vraag aan jullie stellen, dat is namelijk, zijn er nog meer manieren om die lokale overheid, die gemeente, te helpen, te stimuleren, om dat mantelzorgbeleid van hen nog meer vorm te geven? En ik ga daarvoor, terwijl jullie gewoon die chat vullen hè, intussen, stel ik de vraag ook nog even aan Lisbeth, want ik hoorde jou, Lisbeth, het hebben over de keukentafelgesprekken. En dat is natuurlijk bij uitstek een kwestie die op gemeentelijk niveau speelt. En mijn vraag is eigenlijk, hoe loopt dat op het moment? Is dat een beetje gendersensitief genoeg? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, helaas minder dan ik zou willen. Er is niet recent onderzoek gedaan, anders dan dat we vanuit onder andere de rapporten van het SCP weten dat het nog steeds niet een volautomatische zaak is dat mantelzorgers ook aan de keukentafel plaatsnemen. En waar wij er helemaal geen zicht op hebben, is hoe genders. Sensitief is men dan. Dus ik kan eigenlijk geen antwoord geven op die vraag. Anders dan dat we natuurlijk wel gewoon heel veel signalen opvangen van mantelzorgers. Nou, wat ik in de presentatie ook een beetje kort door de bocht zei, hè, er wordt wel wat makkelijker naar vrouwen gekeken als het gaat over het overnemen van huishoudelijke taken, waarop de gemeente dan een bezuiniging, en wil proberen om niet een indicatie daarvoor af te geven. Ja. Nogmaals, het is een beetje bot gesteld, maar zeker niet voor iedereen zo. Als het gaat over wat de gemeente kan doen op dat thema werk en mantelzorg, dan denk ik echt dat gemeentes veel meer het gesprek moeten gaan voeren, ook met de lokale bedrijven binnen hun gemeente. Om te kijken hoe kun je samen optrekken en vooral hoe kun je samen grenzen over. Want die werkgevers zitten vaak met het gevoel, ja, ik heb geen flauw idee wat ik er mee kan doen, hoe ik mensen kan helpen. Ik wil wel, maar waar haal ik dat vandaan? Terwijl die gemeente juist als regievoerder weet welke mogelijkheden zijn daar binnen de gemeente. En je zou nog een stap verder kunnen gaan en ook kunnen zeggen van ja, als gemeente heb je er bijvoorbeeld ook met werkgevers samen belang bij om goede respijt te organiseren. En voor een werkgever kan het interessant zijn om daar wat in te investeren. En de gemeente doet iets om het samen beter te maken. Dus gaat het gesprek. Als ik het goed hoor, dan pleit je eigenlijk voor samenwerking op lokaal niveau tussen gemeentes en werkgevers, lokale werkgevers en mogelijk ook inderdaad mantelzorgorganisaties lokaal. Ja. Vind elkaar, zoek elkaar en kijk hoe je dat concreet kunt maken. Ik hoorde je ook even zeggen nog sociaal netwerk, hè, soms een probleem. Helpen keukentafelgesprekken om dat sociaal netwerk te vergroten? Nou, dat kan natuurlijk wel als tijdens het keukentafelgesprek bijvoorbeeld ook een verbinding wordt gelegd met het steunpunt mantelzorg. De meeste gemeentes hebben zo'n steunpunt. En die zijn nou juist weer in staat om bijvoorbeeld te helpen om het sociale netwerk van mensen weer op. Dus daar zit ook een verbindende mogelijkheid. Hè? Ook daar, ja. Helder. Oké, dankjewel. Ik ga even naar die tweede kwestie. En intussen vullen jullie de chat, hè, met allemaal goede tips. Want ik zie het een en ander langskomen. Ik kan ze niet allemaal helemaal pakken, maar we nemen ze mee nogmaals. Even dat landelijk niveau. Hè. Marjolein hoorde ik er straks een paar grote lijnen vertellen. Natuurlijk de zorg van de dubbele vergrijzing en de afname van die groep tussen de 50 en de 75, of hoe je ze dan ook precies definieert, die eigenlijk de mantelzorg moet gaan uitvoeren. Dus de klem die we zien aankomen. En wat je vooral uitlegde was dat het met name lastig wordt, mantelzorg, als er een combinatie is van intensieve zorg en aanpassing aan het werk die nodig is. En eigenlijk weinig ondersteuning thuis. Dus geen, misschien wel wat formele hulp, maar weinig informele hulp of steuntjes in de rug. En dan vroeg ik me af, wat kan nou een landelijke overheid doen om dat soort dingen te adresseren, om mantelzorgers te ondersteunen? Een campagne, is dat iets? Wat vind jij daarvan? Nou, daar zijn ze volgens mij ook mee bezig. Ik denk dat het wel belangrijk is om mensen inderdaad zich meer bewust te laten worden van het feit dat ze überhaupt mantelzorger zijn en dat ze ook dat zouden moeten kunnen delen met een eigen sociale netwerk. Daar ligt ook een eigen proces wat zich plaatsvindt. Even los van alle ondersteuning via formele kanalen. Belangrijk is ook dat we met z'n allen bedenken dat we moeten vooruitzien. Dat wij ook mantelzorger zullen worden als we dat niet al zijn. Of mantelzorg nodig zullen hebben. Dus vooruitzien, verbinden en dan volhouden. Dat zijn eigenlijk mijn drie V's die ik heel vaak uit. Als belangrijk thema. Ja.
Ja, okay. Maar ik denk, ja, wat we ook kunnen benoemen moeten, denk ik, hier is inderdaad, zeg maar, onderhandelingen met zorgverzekeraars zitten ook vaak op lokaal niveau. Maar zij vergoeden respijtzorg heel vaak, hè? En de inzet van thuiszorg en case management bijvoorbeeld, hè? Die mantelzorgers kunnen begeleiden. Oké, dus hier als ik het begrijp, zeg je van eigenlijk, we zouden de lobby niet alleen moeten richten op die lokale en de landelijke overheid en die werkgevers, maar ook die zorg. Verzekeraars. Ja, zeker. Dat en er meer bekendheid is. Ja. Ja, er zijn ook mooie projecten bij huisartsen in de eerste lijn, die inderdaad ook al samen met familie kwetsbare ouderen, zeg maar, al redelijk preventief in een vroeg stadium diagnostiseren, helpen. Wat is er mogelijk? Wanneer moeten we opschalen? En we kennen elkaar alvast. Dus lokaal. En staat dat in de kinderschoenen? Of? Nou, het is zeker, want die regionale verschillen, die zijn er hier ook weer ontzettend belangrijk in. Hè? Dat projecten worden lokaal, ik hoorde net ook Assen inderdaad, daar worden heel lokaal hele goede dingen bedacht, maar er wordt niet iets groots uitgerold landelijk. Dus die signalen, wat mevrouw Nanloli ook vertelde, de connectie leggen met VWS op dit gebied, van dit is een project wat heel goed werkt. Probeer dat inderdaad, zeg maar, landelijk uit te rollen. Dat is ook een belangrijk signaal. Oké, zeker inderdaad ook eentje om mee te nemen. Richting VWS, maar mogelijkerwijs ook als NPR, dat we daar een zeker coördinatie in zouden kunnen proberen te leggen. En nog iets wat op landelijk niveau geldt, een mantelzorgproject opnemen in cao's. Zou dat een optie zijn, zeg je? Er is al een zorgverlof is natuurlijk al opgenomen in vele cao's. En de overheid heeft het ook, zeg maar, verbreed naar niet alleen partners en kinderen, eerste graads familieleden. Ja. Je kunt nu ook zorgverlof opnemen als je vriend of buur bent. Dat zijn hele goede zaken. Financiering van respijtzorg is een hele belangrijke. Die altijd, zeg maar, hier een rol speelt. Maar vooral ook weer kennis hebben van wat de mogelijke financiële risico's zijn van mantelzorg geven. En daar, zeg maar, eventueel landelijke maatregelen op kunnen nemen. Dat lijkt me ook een heel belangrijk punt. Want er zitten financiële risico's. Zeker, als je het langdurig moet zien. We hebben net gehoord, er gaan mensen inderdaad tijdelijk terug in uren. Mensen nemen zorgverlof op, wat ook eigen geld kost. Die zorgverlof is begrensd. Dat kan maar maximaal 6 maanden gebeuren. Maar een project duurt 10 jaar, bij wijze van spreken, bij dementie bijvoorbeeld of CWA. Dus ja, daar financiële compensatie voor op een bepaalde manier. En ik weet echt nog niet hoe, maar dat is echt wel iets waar we veel aandacht moeten voor te vragen bij de landelijke overheid. Ja, oké, helder. Dankjewel. Intussen zie ik in de chat inderdaad ook allerlei tips langskomen voor die landelijke overheden, inderdaad. Mag ik nog? Ja, dat mag. Ik wil nog een opmerking maken over richting landelijke overheid. Het is zo van de Nederlandse Vrouwenraad. Misschien zou het een goed idee zijn om alles wat we hier bij elkaar vergaren en al die ervaringen, om eens te kijken of daar binnen, zeg maar, er is er zoiets als een raad van ouderen en een gezondheidsraad, om daar wat meer aandacht op te leggen. En specifiek wanneer het gaat om de versterkende positie van mantelzorgers, dat we ook kijken naar het verhaal van het digitaliseren. Heel veel formulieren, et cetera, die men moet invullen, et cetera. Ja, als je de taal niet goed beheerst of je bent niet digivaardig, dan zou daar ook wat meer aandacht aan moeten worden gegeven. Nee, inderdaad. Met die groeperingen of organisaties inderdaad contacten zoeken, hè, hierop. Ja. Dat we meer aan elkaar knopen. Ja, goed idee. Dat je aan twee kanten de zaak bedient, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Even kijken. Met het oog op de tijd, want ja, we moeten toch 1:45 eruit, hè, met z'n allen. Dat snap je. Wil ik nog eventjes naar die laatste kwestie, die werkgevers. Ja, ik zie ook, Margriet, ik zie jou echt met een hand. Of is dat niet zo? Nee. Je zit al zo lang dat je denkt, ik moet even die arm strekken. Ik begrijp het. Ik wil even nog naar het derde punt, die werkgevers. Lisbeth had het daar straks ook al over. Bespreekbaar maken bij de werkgever is zo belangrijk, maar kennelijk lastig. Ja, dus, en er werd vanochtend volgens mij ook al een keer gezegd,
er zijn veel mantelzorgvriendelijke werkgevers. Ik zou aan jullie willen vragen, gewoon met elkaar, hoe ziet dat er dan uit, een mantelzorgvriendelijke werkgever? Wat is dan het belangrijkste wat hij moet doen? Mag in de chat, mag ook als je je hand opsteekt. Ja, kijken. Artemis, ik zag een klein handje, een aarzelend handje. Ja, en wat altijd het lastigste is om hierover te beginnen, omdat je kan wel rechten hebben, maar je voelt je toch bezwaard, want je gaat tijd wegblijven van je werk. Ja. Het zou dus een mantelzorgvriendelijke werkgever is voor mij die een die zelf er ook mee komt van, hey, ik weet jouw moeder dementeert, Hoe gaat het ermee? Dat. Ja, initiatief vanuit de werkgever dus. Ja. Ja, helder. Andere tips. Hoe ziet een goede mantelzorgvriendelijke werkgever eruit? Wat moet hij doen? Wie doet nog een bijdrage? Flexibel thuiswerk mogelijk maken, zie ik. Inderdaad, precies. Flexibiliteit, hè? Het is, ik geloof dat Lisbeth het daar straks ook noemde. Dan kom je gewoon 2 uurtjes later. Want dan weet ik dat je met je mantelzorg bezig bent. En dan lossen we dat op een andere manier in. Structureel aandacht in het functioneringsgesprek. Exact. Ja, precies. Aandacht, begrip en informatie. Nou ja, dat kwam eigenlijk ook uit de belemmeringen al, hè? Dat zo belangrijk is. Die steun, inderdaad. En de respijtzorg, die al diverse keren inderdaad is opgenoemd. Extra vrije dagen geven, zie ik. De menselijke maat, ja, bij alles. Maar ook en zeker bij dit soort dingen als mantelzorg. Ja, weten welke mogelijkheden er zijn. Precies, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ken ze. Hè? Als werkgever zit natuurlijk je rol om dat ook allemaal een beetje op een rijtje te hebben. Zodat je het kunt aangeven. Ja. Zijn er concrete goede voorbeelden? Zeg je van dat bedrijf, echt, die doen het zo goed. Dan heffen we die op het schild namelijk. Iemand één? Nou, zet hem in de chat, hè, als je er eentje vindt. Goed. Ik denk dat we al heel wat dingen verzamelen, hè, voor tips voor die lokale overheid, voor die landelijke overheid, voor die werkgevers, om ze te stimuleren om ons, zeg maar, te helpen als mantelzorgers. Om ervoor te zorgen dat allemaal gewoon een beetje behoorlijk gaat. Wat ik wilde doen eigenlijk is, gewoon even tot slot, 2 concrete vragen aan jullie voorleggen. En de eerste is, sommige mensen vinden dat betaling van mantelzorg een goed idee zou zijn. Bijvoorbeeld als je mantelzorg verricht in een verpleeghuis of iets dergelijks. Kennen jullie allemaal dat programma Even Tot Hier? Met die Zoom-band. Nou, dat experiment wilde ik even met jullie doen. En dat werkt als volgt. Je hebt ongetwijfeld wel iets bij de hand. Een stukje papier of je telefoon of wat dan ook. Als je nou zegt, ja, dat vind ik een goed idee. Betalen van mantelzorg. Dat zou eigenlijk moeten. Doe dan dit. Dus je dekt je telefoon af. Met een stukje papier of met iets anders. Maar je dekt hem af. Als je denkt, nee, dat moeten we niet doen. Nee, mantelzorg moet je niet gaan betalen. Doe dan gewoon niks. Blijf gewoon kijken en desnoods schud even nee. Als we dat allemaal doen op mijn teken, dan maakt Nienke zo direct een fotootje. En dan leggen we het vast. Dan weten we hoe dat eruit ziet. Dus, mijn vraag. Want je hebt iets bij de hand, hè? Tenminste, als je ja zou willen zeggen. Vind je betaling van mantelzorg een goed idee? Als je ja zegt, dan dek je je camera af met iets. En als je nee zegt, dan blijf je gewoon in beeld en desnoods schud je je hoofd. Nu. Okay. Nou. Ik zie een heleboel mensen eigenlijk zeggen, nee, dat is geen goed idee. Waarom niet? Wie wil daar iets over zeggen? Ik zie wel een mond bewegen hier en daar, maar Wilma wil wat zeggen. Wilma, ja? Ja, ik denk dat het geheim zit in de mentaliteitsverandering en niet in het aansturen via beheers en controle. Want dat is waarom we zijn waar we zijn. Okay. De overmaat aan beheersing en controle en meetbaarheid en daaraan gekoppelde betaalbaarheid heeft ons gebracht waar we zijn. We moeten naar een mentaliteitsverandering waarin verantwoordelijkheid nemen voor elkaar,
op ieder niveau, hè, je directe naasten van de mantelzorg, de gemeentes en landelijk, dat dat weer teruggaat naar een breed gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid en mentaliteit. En dan kom je ook bij klimaat en alles terecht. Maar de zorgzaamheid voor je omgeving. Dankjewel. Ik zie in de chat inderdaad ook langskomen. Belangeloos, hè? Dat soort begrippen. Oké, dat is helder. Dank jullie wel. Dan heb ik nog één vraag. Op dezelfde manier, met dat trucje met afdekken en niet. Sommige mensen zeggen dat deeltijdpensioen een goed idee zou zijn. Dus een verlofregeling maken die tijdelijk minder werken mogelijk maakt en wel 100% uitbetaalt. Vind je dat een goed idee? Dat doe je zo. Zeg je nee, dat moeten we niet doen. Dan blijf je in beeld en desnoods schud je je hoofd. Wil je dat nu doen? Oké. Ook hier zie ik een heleboel afdekkers. Dus dat wil zeggen dat je ja zegt. Dat je zegt, ja, dat vind ik eigenlijk best een goed idee. Wie wil daar iets over zeggen? Waarom is dat een goed idee, zo'n regeling? Wie steekt zijn hand op en zegt, daar wil ik wel iets over zeggen? Ik zie in de chat een paar dingen. Mis ik iemand? Nee, ik zie in de chat wel een paar dingen lopen. Wilma zet haar in. Ja? Ik hou het heel kort, dankjewel. Ja. We zitten ook met de dubbele vergrijzing. Hè? En dat is natuurlijk een deel van het probleem, maar er zit ook een deel van de oplossing. En onze pensioenstelsel loopt gewoon hopeloos achter bij deze ontwikkelingen. En daar speelt ook een heel fundamenteel vraagstuk van wie gaat voor wie betalen. Hè? Onze generatie heeft daar ook een ander soort verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk dat het een goede oplossing is om daar flexibel mee om te gaan. En ook een soort, ja, die verantwoordelijkheid ook expliciet daar neer te leggen. Ja. Nou, ik denk inderdaad dat woorden als flexibiliteit en verantwoordelijkheid hier misschien wel de kernwoorden zijn in deze hele discussie. Inderdaad, hoe organiseren we dat? En ik denk dat het aan ons allemaal is om dat op het netvlies te houden voor met z'n allen. Even kijken, ik kan het niet bijhouden, dat snap je, die chat. Het rammelt van de opmerkingen en daar ben ik eigenlijk super blij mee. Wij gaan daar allemaal mee aan de slag. Hè? We komen bij je terug. Als we Leila, die zit hier ook ingespannen mee te kijken. Dat snap je, onze beleidsmedewerker. En Nienke, die gaan het op die manier aanpakken. Dus is er iemand die zegt van ik heb nog iets heel belangrijks even te melden hierover. Tip. Echt, dat moet. Nu. Ja, ik. Ja, Artemis? Waarom in godsnaam zitten we in Nederland het wiel uit te winden, terwijl bij mijn weten dit in Noorwegen al heel lang geleden geregeld is? Zowel met als je minder uren gaat werken vanwege mantelzorg, dat ook je pensioen door de staat wordt bijgestort. Want het is niet alleen dat je minder uren gaat werken, dus minder salaris hebt, maar je bouwt ook minder pensioen op. En in Noorwegen hebben ze al heel lang geleden gezegd, nou ja, dat is een maatschappelijk belang dat dit gebeurt. Mensen doen dat ook niet 20 jaar van hun leven in de meeste gevallen. Dus die zoveel jaren dat moet, daar moet een regeling voor zijn. En die hebben ze gemaakt. Ja, leren van de buren, van onze buurlanden, exact. Gaan we mag ik even aansluiten daarop? Inderdaad. Ja, Marjolein? Ja? Nou, we kunnen inderdaad kijken naar andere landen om dit te bespreken. En inderdaad, in de Scandinavische landen hebben ze, zeg maar, werken ze met cash for care. Dus er worden bedragen uitbetaald aan ouderen, dan wel mantelzorgers, om inderdaad daarmee zorg in te kopen. Ja. Okay. Maar dat verhoogt de autonomie, zeg maar, van de ouderen en de mantelzorger natuurlijk. Maar het verlaagt de kosten niet bepaald. Dus dat, dat is in ieder geval, dat zijn de twee kanten van het verhaal. Dat was dan weer een dingetje. Ja, precies. Ja, maar moeten de kosten verlaagd worden? Ik bedoel, dit is gewoon een onderdeel van maatschappij zijn. Het idee dat de winstmaximalisatie alles moet zijn. Volgens mij moet de maatschappij alles zijn. En daarvan zouden we moeten gaan redeneren. Dat is echt omdenken, dat snap ik. Maar ik denk wel dat de hele wereld daar beter van zou worden. Ja, het is in ieder geval een hele belangrijke toevoeging. Ja, is er nog iemand? Mag ik even zeggen? Ja, ik vind het heel goed wat Artemis inbrengt. Want ik denk dat we heel veel kunnen leren van internationale ervaringen. En nu hebben we voor dit jaar ook al aan het eind van het jaar, november, een femtalk georganiseerd.
voorbereid over uitwisseling van good practices internationaal. Dus daar zullen we ook dit van, en dan gaat het natuurlijk over zorgvriendelijk werkgeverschap ook en mantelzorg en dat soort zaken in het kader van deze alliantie. Dus dat zullen we ook zeker meenemen, deze ervaringen. Oké, dankjewel Laila voor deze toevoeging. Nou, dan denk ik dat ik zo langzamerhand, het is bijna 14:45. Dus, ik heb nog één punt. Je hebt nog één ding. Nou, vooruit Artemis. Ja. Wat gebeurt er als we allemaal vandaag zouden zeggen, we doen geen mantelzorg meer? Je doet het niet, want het gaat vaak om mensen waar je van houdt. Maar stel voor dat je dat zou doen. Dus een staking. Ja. Ligt heel Nederland. Nou, Lisbeth heeft dat berekend, hè? Ja, ja dat ligt dan helemaal plat. Ja? Ja, nee, los even van het feit dat het een totaal niet voorkomende situatie zal zijn. Maar we hebben ook laten doorrekenen wat de vervangingskosten zijn. En die liggen 70% tot 100% hoger. Dus mantelzorg vertegenwoordigt een waarde in euro's van 22 miljard. Het vervangen van mantelzorgers, zouden al die professionals er zijn, zou ergens tussen de 33 en 44 miljard euro kosten aan de maatschappij. Kijk, niet dat vind ik nou echt een fantastisch slot van deze bijeenkomst. Mag ik nog even... Want ik denk... Gewoon inderdaad die gegevens. Ja, Marjolein. Nou ja, misschien ook tot slot. Kijk, je kunt heel goed berekenen inderdaad, zeg maar, wat... het kost als iemand huishoudelijke hulp doet, persoonlijke verzorging of andere concrete taken. Maar ik denk dat een belangrijke rol van mantelzorger ook is inderdaad dat je de zorg organiseert. En dat je dus vanuit de betrokkenheid bij ouders, vrienden en dat dan ook, zorgt dat anderen inderdaad zeg maar bijvoorbeeld helpen. Dat kan uit de particuliere hulp komen of uit de respijtzorg van de gemeente of van nationale overheden. Maar wij mantelzorgers worden ook steeds meer organisatoren van de zorg. En dat is niet zo goed uit te drukken in geld. Nee, precies. Ja. Nou, en dat moeten we denk ik ook overeind houden. Ik kan me voorstellen dat deze twee lijnen eigenlijk misschien wel de belangrijkste zijn. En aan de ene kant, als je optelt hoeveel tijd daarin zit, dan is dat gigantisch. En dat moeten we waarderen met elkaar. En inderdaad, wat jij aanroert, Marjolein, die organisatie, dat blijft gewoon een lastig punt. En dat moet je voor een deel natuurlijk als mantelzorger ook zelf organiseren. En ook dat is nog niet zo eenvoudig. En daar moet je eigenlijk hulp bij krijgen. Ja, helder. Ik ga het afsluiten. Ik dank jullie ongelooflijk voor al je tijd, energie. Met name natuurlijk aan Marjolein en aan Lisbeth, maar aan iedereen die hierbij was, die meedacht, die al die mooie ideeën in de chat heeft gezet. Wij gaan ermee aan de slag. Want wat we doen met deze input is, we bundelen het, we brengen het samen naar de alliantie en vanuit de alliantie weer verder de wereld in. En vervolgens leggen we de uitkomsten weer bij jullie terug. Zo werkt het haarvatenprincipe, waar de NVR zich in steeds beter in bekwaamt. Dus nogmaals, hartelijk dank. Je krijgt de slides toegestuurd als je dat wilt. En we zien elkaar ongetwijfeld voor onze... steun aan deze goede zaak. Dank je wel. Dank je. Oké. Okay. Nou, dank Laila. Dank Nienke. Dank jullie wel. En ook Ja. Oké, okay, ja, is goed. Bedankt. Okay. Hoi. Dank allemaal.